Kijk, het heeft een heel lief, klein, schattig bloemetje. Het is wel een lief, klein, schattig bloemetje. Oh, dank je wel. Joost, wat is dit? Varkenspoot. Nee, ik kan het niet aan. Oh, god. Waarom zegt hij zoiets? Oeh, dit is wat harder. Peper? Is een pepertje. Oh, en nog een stukje nagel. Kijk er een beetje omheen. Nee, Doop, eet het op. Ja, ik eet het op. Broodje met brie gekregen. Biet gekregen. Een beetje. Ja. Oh, dat vind ik leuk. Kan je je broodje een beetje insemineren? Doe maar mevrouwtje Bol. Nou, eens eventjes bij ons even een injectie. Een injectietje. Dan ben je dus insparen. Dan bestel je mineraalwater. Dan krijg je brie. Dat is een pijp. Altijd op grond in Utrecht. Ene kant Barreluc. Andere kant Leidingwater van Utrecht. Zelfde water, eigenlijk. Water uit de grond, hupup, barreluk. Joost en ik laten ons nu een uur lang knijpen, kneden en marineren als een kip. Kom je mee, kippetje? Ze hebben ook een magnetronnetje voor als je honger hebt. Hoe vond je het? Lekker. Ze waren bij mij nogal rijkelijk met de olie, dus op een gegeven moment had ze zo scheutolie in mijn nek en dat ging zo langzaam door naar mijn gezicht, naar mijn neus. Ik had op een gegeven moment... Die voor mij had heel veel honger. Echt zo, hier zo met de buik zo. Nee, we wilden stiekem gewoon even wat in de magnetron stoppen natuurlijk. Ik vind het altijd heel leuk om in supermarkten te lopen in het buitenland. Ja, ik ook. Het liefst hoe groter hoe beter. Ik ga vandaag voor het eerst in mijn leven... een facial doen. Ik heb geen idee wat dat allemaal inhoudt. Ik ben heel benieuwd. Je moet hier trouwens ook de hele dag een badjas aan. Dat is vanochtend bij de massage ook al zo. Dan lopen ze dus weg. En dan weet je dus niet of het al klaar is. En ik had dus deze twee dingen op. Steeds. Het is inmiddels